knutselen, zweten, sleutelen, peinzen, maar vooral hard werken. Dat is wat dit clubje studenten van het Summa Automotive doet in voorbereiding op de Shell Ecomarathon. Het doel van de Ecomarathon is om de auto zo ver mogelijk te laten rijden op 1 kWh of 1 liter brandstof. Vorig jaar kwamen studenten van het Summa een heel eind. Met de aanpassingen van dit jaar moet het nog beter worden. We hebben de motor veranderd, de transmissie en de achteras. Dus eigenlijk alles van de motor tot aan het wiel is compleet veranderd. Zodat er minder weerstand. We hebben gebruik maken van minder lagers, want lagers is weerstand. Dus dan snel rolt hij nog verder uit. Nu hebben wij een rendement van 90%, dus gaat met 10% van energie verloren. Waardoor wij meer energie naar de achteras, naar de wielen kunnen omzetten. Zodat de auto minder hoeft hard te werken om vooruit te komen. Er is wel een groot verschil. De brandstofcategorieën worden niet meer opgesplitst, maar bij elkaar gevoegd. Een evenaring van de derde plek van vorig jaar wordt ermee een lastige opgave. Ik heb gezegd dat wij op ethanol op podium willen eindigen. Dus daar gaan we ook voor. Dit is wel een nadeel, want nu zijn alle klassen op elkaar gegooid. Vorig jaar waren we nog derde in onze klasse. Dat zullen wij niet meer worden, omdat alle klassen bij elkaar zijn gegooid van de brandstofmotor. Maar we kunnen wel derde worden van de ethanol. Daar gaan we voor. De auto is er duidelijk nog niet klaar voor. Maar ze hebben nog even bij het Summa. Het vertrouwen op een goede afloop is in ieder geval groot. We willen een verbruik van 1 op 400 bereiken. Dus met 1 liter ethanol willen 400 kilometer rijden. Dat is een hele opgave wordt dat. Maar daar gaan we zeker naartoe werken. Dat is een hele mooie ambitie. Ook een team van de TU Eindhoven doet mee aan de Shell Ecomarathon. De driedaagse wedstrijd begint op 25 mei in Londen.